Ja, lekker hè. En dit is pas het begin. We gaan naar comedy. Een essentieel onderdeel in de Amateur Night. Dames en heren, we hebben voor jullie vanavond Hassan El Ahoui. En jongens, hij stond in de finale van de Kamerette. Hij toert met Ravenveer. En sinds september, vanaf september, zijn eigen solo tournee. Dames en heren, Hassan El Ahoui. Goedenavond! Ah, fantastisch. Het is echt een droom van mij om hier te zijn, hè, bij De Wereld Draait Door. Echt. Het is echt. Ik vind het geweldig. In mijn droom zit ik aan tafel en ik zie sommigen van jullie nu al kijken van wat heb jij dan te bespreken met Matthijs van Nieuwkerk. Nou, toevallig zijn wij collega's geweest, hè. Hij was hoofdredacteur bij de Parool en ik heb ze bezorgd vroeger. Dus, ja, er komt vast wel gesprekstof uit, toch? Het komt ook voor in mijn nachtmerries. Ik heb ook nachtmerries dat ik hier aan tafel zit. In mijn nachtmerries kijkt Matthijs me aan en zegt hij van... Oh, dus jij wilt de volgende Najib worden, hè? Oh. Jij wordt... En dan denk ik, nee. Nee, want ja, hij heeft mijn hele leven verwoest. Sommige mensen snappen volgens mij waarom. Oké, ik zal het uitleggen. Ik heet Hassan, oké? Ik hoor al mijn hele fucking leven... Hassan! Broodje! Hassan, ik ben er helemaal klaar mee. Dat is waarom ik comedian ben geworden. Ik ga hem terugpakken. Ik ga een grap verzinnen met zijn naam erin. Dat mensen op hem afrennen. Najib! Crackers of zoiets. Het sloeg niet af. Maar ik hoor het heel vaak. Wil jij de volgende Najib worden? En denk van ja, maar dat vragen jullie alleen maar omdat hij ook een Marokkaan is. En er zijn verschillende Marokkanen. Ik ben heel apart voor een Marokkaan. Ik werd heel vaak gepest omdat ik te Nederlands klonk. Voor een Marokkaan. Ja, dat is best wel bizar. Ik had zelfs een bijnaam, hè. Ze noemden mij Kaaskop vroeger. Dat is apart, toch? Dat is gewoon een nieuw level in gediscrimineerd worden. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik kwam wel voor mezelf op. Zo was ik dan ook wel weer als ze naar me toe kwamen. Ah, Kaaskoppie. Huh? Wat praat je netjes, ah, Kaaskoppie. Praat normaal. Met je dure woordjes. Praat normaal, ah, Kaaskoppie. Kwam ik wel voor mezelf op. Zeg, hey, kom op, jongens. Doe niet zo recalcitrant, joh. Dank jullie wel. En dan kreeg ik meestal ook een reactie van... Wat recalcio! Wat zeg je toverspreuken tegen mij, vriend? Hé, hey, mensen, dit was mijn tijd. Dank jullie wel. Woo!